Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe video van mij, van Carien, Blonde Beauty Fashion. Mocht je benieuwd zijn naar al mijn video's, kijk dan vooral eventjes verder na deze video. Kan je doorklikken op andere video's. En wat ik ook heel leuk vind, als je wilt abonneren op mijn kanaal, door ook aan het einde te klikken op mijn hoofd. Of hieronder kan je ook al op de rode knop drukken. Maar we gaan iets leuks doen vandaag, want we hebben een shoplog. Yes! Als je denkt, wat ziet ze er verracht uit? Dat kan kloppen, want ik kom net uit de auto. We zijn net terug van een weekje Spanje, wil ik zeggen. Van een weekje Frankrijk. Met mijn ouders en zo. Daar komen ook vlogs van online. Ik weet niet wat eerder online komt, deze video of de vlogs. Maar mocht ze online zijn, dan heb je kunnen zien dat ik een klein beetje heb geshopt bij de Sephora. En daar wilde ik toch heel graag even een shoplogje opnemen. Het is niet superveel, maar ja, als ik een Sephora tegenkom, dan word ik meteen hoe. Maar goed, we hadden het nog even over mijn verrachte uiterlijk. Vandaar dat ik er zo bij zit. Maar ik had er zoveel zin in en er waren ook een aantal dingen van, ik dacht, oh, dat ga ik dan, we zijn nu lekker thuis. Ik dacht, oh, dan ga ik dat heerlijk vanavond doen. Ik ben nu al, ik heb alle koffers en zo al uitgepakt. Wassen erin, Sven was al de andere spullen aan het opruimen. De boodschappen worden zo bezorgd, dan gaan we lekker eten, Niels naar bed en dan ga ik heerlijk een aantal van deze producten gebruiken. Dus ik denk, ik ga nu echt die shoplog opnemen. Er komt denk ik nog een shoplog aan, want ik had ook heel veel dingen besteld in de sale gewoon bij kledingwinkels. En die zijn nu allemaal binnengekomen, dus ik denk dat ik daar ook nog een shoplog van op ga nemen. Ik weet niet of dat vandaag nog lukt, maar in ieder geval ga ik dat denk ik nog opnemen. Maar vandaag Sephora. Ik was in Normandië en daar zaten we in een klein plaatsje. Maar in de buurt zat Boulogne-sur-Mer. En toen ontdekte ik dat ze daar een Sephora hadden. Toen dacht ik, als we er toch heen gaan, want dat was het idee dat we daar met z'n allen heen gingen. De heren gingen naar een of ander aquariumding. Toen zeiden mijn moeder en ik, dan gaan wij lekker shoppen. Dus ik was dus niet alleen met Sven, ik was ook met en Niels, ik was ook met mijn ouders. En mijn broertje en goed, en ik hou. En wat was er bij de Sephora? Sale, yes! Iets wat niet in de sale was, maar wat ik elke keer koop als ik bij de Sephora ben. Die heb je waarschijnlijk al vaker gezien. Dat is, ik kom er niet meer uit hoor. De Sephora Exfoliating Face Disc. Dit is een spons waarmee je heel makkelijk je gezicht kan reinigen. Deze. Ik weet niet of je kunt zien, maar het heeft een soort kleine siliconen haartjes. En nou, dat doe je zeg maar zo tussen je vingers. En dan doe je de sop op en dan soep soep. Heerlijk, ben ik gek op. Dan zag ik dit palet en dit was zoals je kunt zien 70% korting. Dus het kostte nu nog maar €7 nog wat. Ik wil het even openmaken. Het is het Vintage Effect Filter palet met allemaal oogschaduw. Ik kon helemaal niet kiezen, want er waren echt heel veel dingen in de aanbieding. Maar ik dacht, het moet ook nog allemaal mee kunnen, want... we hadden uiteindelijk één auto minder dan gepland voor de terugweg. Het is wel leuk als ik hem eruit krijg. We hadden uiteindelijk één auto minder dan gepland voor de terugweg. Dus we moesten een beetje opletten met de spullen. Omdat we op de heenweg niet wisten dat het zo zou gaan. Dit is een heel mysterieus verhaal. Maar dat valt heel erg mee. Misschien zie je het wel in de vlogs, weet ik eigenlijk niet. Dit is het palet. Ik vind het er ook heel leuk uitzien. En zo ziet het er van binnen uit. Ja, eigenlijk allemaal favoriete kleuren van mij. Maar dan met iets meer een beetje groenachtige tinten. En iets meer paarsachtige tinten. En dat vond ik wel heel leuk. En waar ik altijd op let bij paletten is. Zitten er voldoende matte kleuren in. Waarmee ik goed in mijn crease kan werken. En zit er een goede lichte highlighter in. Want, oh sorry voor het spiegeleffect. Want ja, dat vind ik altijd heel belangrijk. Daar let ik altijd op. Dus deze was ik heel blij mee. Die was dus nu €7,49. Dan was ik al een tijdje erg benieuwd naar de maskers van Sephora. En ik kocht er een aantal. Als eerste deze. Ik heb namelijk echt een hele droge voet. En toen zag ik dit. Dit is het Almond Foot Mask. En nou ja, dit zou even kijken. Er staat nog iets op wat moet doen. Oh ja, comforting and repairing. Nou, dat lijkt me heerlijk. Dus ik heb geen idee. Het zijn volgens mij een soort sokjes. En die ga ik dan aantrekken. En ik weet niet hoe lang dit om moet. 20 minuten. Dus dat lijkt me wel lekker voor vanavond op de bank. Een andere voor vanavond op de bank is deze. Misschien heb ik deze bewaard. Nee, deze bewaar ik. Komt zo meteen een ander. Dit is het Pearl Face Mask. En dit is een Perfecting and Brightening Masker. En dit is zo'n sheet mask. Heerlijk. Maar die bewaar ik voor een ander keertje. En hier was ik dus ook heel benieuwd naar. Want Als je denkt, wat hoor ik, dat is trouwens Niels, die heel erg blij is weer thuis zijn. En met al zijn spulletjes en dingen. Vond het trouwens ook heel leuk daar hoor. Dus, maar goed, als je denkt, wat hoor ik, dan is het Niels. Ik kocht ook nog deze twee. En dit zijn van die overnight maskers. Van die sleeping mask heet het. Dit is het Lotus Sleeping Mask. En deze is moisturizing en soothing. En dit is een soort... ja, het ziet er natuurlijk heel leuk uitzien. Het is een bakje en daar zit het dan in. Een soort jelly substantie. En dan heb ik ook nog deze. En dit is het Algen Steeping Mask. Purifying and Detoxifying. Die ik ook even uit kan krijgen. Nee, die ziet er weer iets anders uit. Deze. Dus ik ben hier echt super benieuwd naar. Ik heb hier goede verhalen over gehoord. Dus ik ga het proberen. Voor wie mij al langer volgt, die herkent deze dingen wel. Deze heb ik in mijn badkamer staan, maar dan in het een beetje groen-blauwig. Tegenwoordig heb je hier dupes van bij de Action. Je had ze bij de Hema, die zijn volgens mij weg, maar nu heb je ze bij de Action. Maar de echt zijn natuurlijk wel zo leuk. En toen ik zag dat ze in de aanbieding waren, heb ik er twee gekocht. Dit is de Fleur de Cotton. Deze waren dus ook 70% korting, nu 1,35. En dit is Coconut. En hier wilde ik eigenlijk ook, je hebt er ook zeg maar een soort badschuim van in een soort ronde disc. En die hebben wij dus nu in het groen-blauw staan. En ik wilde dus eigenlijk deze ook, want ik dacht, oh dan heb ik mooi een wit effect in de badkamer. Maar dat is niet gelukt, want die hadden ze niet. Maar ik ben wel heel blij met deze twee. En dan als laatste iets waar ik al heel lang heel benieuwd naar was. Maar wat ik een beetje lastig vond om te kopen, omdat het is best wel prijzig en... Ja, ik wil dan toch eerst weten of het werkt. En dat is deze. Dit is de... kan ik het ergens anders lezen, want er staat een hele grote plakken op. In ieder geval, dit is de Bumble and Bumble. Oh, wacht, ik kan het zo wel zien. Oep. Bumble and Bumble BB Thickening Dry Spun Finish. En dit is een soort van droog shampoo en texturizing spray in één. En deze was dus nu ook... Normaal is zo'n dingetje al €15,50. Gewoon even nagaan wat een groot fles kost. En nu was hij dus €4 zoveel. €4,65. Dus ik denk, oh dat is mooi. Dan kan ik hem een keer proberen. Kan ik even ervaren hoe ik hem vind. Voordat ik echt zeg maar grof geld eraan uit ga geven. Dus deze. En dat was het. Dat is alles wat ik kocht bij de Sephora. Nou, wat ik al zei. Misschien komen er ook nog kledingshoplogs aan. Gewoon van de sale in Nederland. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om te zien. Ik wil jullie in ieder geval ontzettend bedanken voor het kijken. En ik zie jullie heel graag heel snel weer. Doei!